Ik ben verliefd op mijn neef en hij ook op mij. Laatst hebben wij gezoend. Ik kan er zo boos worden en me er zo aan irriteren dat er tegenwoordig nog steeds mensen zijn. En ik heb geen idee waar ze lef vandaan halen. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie de tweede aflevering van hashtag openminded. Dit is een nieuwe serie op mijn kanaal waarin ik mensen advies geef over een vervelende situatie, een probleem of een struggle. Vind je de video nou leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet onder ook niet te abonneren. En let's get started! Voordat we gaan beginnen wil ik als eerst even zeggen dat alle DM-berichten die ik vandaag weer ga bespreken allemaal anoniem zijn. Je naam zal niet in beeld komen. Ik zal niet zeggen van wie het is. Er zal geen foto in beeld komen. Alles is anoniem. Ook is het zo dat ik vandaag iedereen het beste advies wil proberen te geven. En zoveel mogelijk mensen probeer te helpen met deze video's. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij naar deze video kijkt en denkt van hubbo, wat geef je gek advies? Of wat heb je hier een rare mening over? Of ik had het echt heel erg anders gedaan. Nou, dat kan natuurlijk, want iedereen is verschillend. Iedereen heeft een andere mening over dingen. Iedereen heeft een andere kijk op dingen. Dus don't blame me en geniet gewoon lekker van de video. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie een beetje kan helpen met deze video. Ik ga nu niet meer praten, ik ga gewoon beginnen met de allereerste DM. De allereerste DM. Hey Bo, ik heb een probleempje. Mijn moeder en ik hebben steeds ruzie en ze dreigt me om uit huis te plaatsen. Maar zelf wil ik dit echt niet laten gebeuren. Ik zit nu in de tweede en heb super veel leuke vriendinnen. Mijn mentor weet het ook, maar kan me niet helpen. Weet jij tips? Als eerst wil ik even zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat je zo vaak ruzie hebt met je moeder. Maar ik denk dat het komt dat jullie zo vaak ruzie hebben doordat jullie waarschijnlijk heel veel op elkaar lijken qua persoonlijkheid. En dat botst gewoon snel. Ik heb namelijk zelf wel eens gehad met mensen dat wij heel veel op elkaar leken. En dat botst zo ontzettend snel omdat je wilt bijvoorbeeld allebei het laatste woord hebben. Of je wil allebei dit, je wil allebei dat. En dat zijn gewoon dingen dat kan heel erg snel botsen. En daarom zou ik je aanraden om met je moeder te gaan praten. En ik denk dat ze het dreigen met het huis plaatsen meer uit woede heeft gezegd. Dus meer uit een opwelling en het echt nooit zo heeft gemeend. Want het is je moeder en die wil echt niet haar kind kwijtraken. Geloof me, dat willen ze echt niet. Want dat doet hun zelf ook super veel pijn. Ik raad je gewoon aan om er met je moeder over te praten. Geef dan ook gewoon aan dat die opmerking je best wel gekwetst heeft. Want ondanks dat ze het uit woede heeft gezegd, het is wel een hele vervelende opmerking. En je kan er wel heel erg mee zitten. Dus ik raad je gewoon aan om met je moeder te gaan praten. En dan komt het allemaal goed. Hou in ieder geval gewoon in je achterhoofd dat jullie waarschijnlijk heel veel op elkaar lijken. En dat is gewoon de reden dat jullie zo vaak botsen. DM nummer 2. Hey Bo, vroeger werd ik door iemand gepest op school omdat ik dikker ben dan de anderen. Sindsdien voel ik me heel onzeker en het is toch al 3 jaar geleden. En nu weet ik niet wat ik moet doen. Kun jij me misschien helpen? PS love you. Ik kan er zo boos worden en me er zo aan irriteren dat er tegenwoordig nog steeds mensen zijn. En ik heb geen idee waar ze lef vandaan halen. Maar dat er nog steeds mensen zijn tegenwoordig. En ook al wordt in deze DM beschreven dat het 3 jaar geleden is. Maar ik heb ook DM's gekregen waarin mensen dit verhaal vertelden. En het gewoon tot op de dag van vandaag nog steeds gebeurt. Maar het feit dus dat er mensen zijn die anderen lastigvallen en pesten. Om het feit dat ze misschien wat dunner zijn, wat voller zijn. Een andere kledingstijl hebben, een andere kleur haar hebben. Ik snap het niet en ik weet ook niet waarom mensen hier nog een probleem van maken en anderen hiermee lastigvallen en er een vervelend gevoel over geven. Als eerst wil ik er sowieso voor zeggen, iedereen is anders en iedereen is uniek en mooi op hun eigen manier. En het klinkt super cliché, maar het is wel zo, want iedereen wordt geboren met een lichaam. Het is niet zo dat je bij je geboorte kan kiezen van, nou, wat voor lichaam wil ik graag, weet je wel. Dat slaat nergens op. Ik bedoel, tegenwoordig heb je botox en weet ik veel wat je allemaal hebt. Je kan je hele lichaam aanpassen als je het wil. Maar iedereen is mooi van zichzelf. Iedereen is van nature mooi. Dus ik snap hem niet. Ook is het gewoon zo dat iedereen geboren wordt met een lichaam. En de een die wordt misschien wat dunner geboren. De ander die wordt misschien wel wat voller geboren. En de ander gewoon op normaal gewicht. En hier kan je, ik wil niet zeggen dat je hier voor 100% niks aan kan doen. Maar in de meeste gevallen is dit gewoon je bouw. Ik bedoel, het kan zo zijn dat de een die eet 1 mars op, bij wijze van spreken. En die komt direct aan. En de ander die kan wel 10 marsen eten en die komt gewoon niks aan. En dat is gewoon de bouw van je lichaam. Je kan er niks aan doen. En voor alle mensen die onzeker hierover zijn, over hun lichaam of ergens anders over, alsjeblieft, ten eerste, als mensen er ook maar een mening over hebben, laat het gaan. Je bent beter dan hun, je staat er boven. Je weet zelf wel beter en je bent gewoon hartstikke mooi, want iedereen is echt mooi op hun eigen manier. En mocht je echt heel veel body struggles hebben, dan kan je natuurlijk proberen op dieet te gaan. Of als je juist wil aankomen, andere dingen opzoeken. Je kan op internet echt overal wel video's over vinden. En ik raad je dan wel aan als je bijvoorbeeld gaat sporten of je gaat iets anders doen.
Doe dit dan alleen omdat je het zelf wil, omdat je er zelf achter staat en omdat je je zelf beter door gaat voelen. Maar niet doordat bijvoorbeeld iemand anders zegt van, nou, je moet naar de sportschool of je moet dit doen of je moet dat doen. Nee, je moet alleen iets doen omdat je het zelf wil en omdat je er zelf gelukkig van wordt. DM nummer 3. Hey Bo, ik zit met een probleem. Ik ben verliefd op mijn neef en hij ook op mij. Laatst hebben wij gezoomd, maar ik weet echt niet hoe ik dit aan mijn ouders zou moeten vertellen. Maar we zijn allebei verliefd. Help me. Oké. Dit is natuurlijk echt een super vervelende situatie, want als je verliefd bent, dan ben je verliefd. Maar ik denk dat jullie voornamelijk verliefd zijn op elkaar doordat jullie familie van elkaar zijn. En omdat je dus familie van elkaar bent, dan heb je gewoon bepaalde dingen hetzelfde. Tenminste, dat kan zo zijn. Het hoeft natuurlijk niet, maar het kan zo zijn. En het kan zijn dat jullie in elkaar misschien bepaalde dingen van jezelf terugzien waar je bijvoorbeeld heel erg trots op bent. Of wat je heel erg fijn vindt aan jezelf. En dat kan ook de reden zijn dat jullie verliefd op elkaar zijn, maar dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. En over de zoen, weet je wel, ik zou dat gewoon een beetje achterwege laten. Je kan het je ouders wel vertellen als je dat wil. Maar het is iets tussen jullie, dus als je dat tussen jullie wil houden, dan kan je het gewoon tussen jullie houden. Over het verliefd zijn zou ik wel met iemand gaan praten, misschien je ouders of zo. Of gewoon eerst met hemzelf. Want je wil natuurlijk niet dat dit misschien... Ja, misschien wil je dat het een relatie wordt, maar het kan gewoon niet zo makkelijk omdat je familie bent. En dat kan best wel problemen krijgen. Maar daarom zou ik gewoon eerst met hem gaan praten over hoe hij erover denkt en wat hij ervan vindt. En dan daarna samen besluiten of je naar je ouders gaat, ja of nee. Want als je met z'n twee kan oplossen, is dat heel erg goed. Maar als je liever met een volwassene erbij praat, is het ook goed. Je moet gewoon kijken hoe je ouders er dan ook in staan en wat die zelf vinden. Maar het is gewoon gelukkig zijn en gewoon er echt goed over nadenken, omdat het nogmaals wel familie is. Dan waren dit er weer alle DM's die ik deze video heb beantwoord. En vond je de video nou leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Ik wil je vragen om hieronder te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen één video meer van mij mist. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me niet te volgen op Instagram, staat hier beneden. En tot de volgende keer. Doei doei!